satés zijn bekend en ook super lekker op de barbecue. Nu, die stokjes marineren, dat geeft nog extra dimensie aan uw product. Bijvoorbeeld in rode wijn of in een bouillon. En om die niet te laten bovendrijven, steek je die gewoon in de fles. Je laat dat minimum 6 uur trekken. Zowel die wijn kan je nog gebruiken voor iets anders, als de stokjes, die gaan echt fantastisch gearomatiseerd zijn.